Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien Bloemen en Interieur. I've got the power, you got the power, we got the power. Vanuit café Het Rode Hert in Prinsenhagen, welkom bij Jess. En Jess gaat vandaag over narcisme, over narcistisch misbruik, over dat overwinnen, over teruggaan naar je kern. Kortom, Petra van Del, een heel mond vol. Genoeg te bespreken. Heel veel te bespreken, ja. Ja. Jij bent ervaringsdeskundig coach op het gebied van narcisme en jij vindt dat narcisme een epidemie is. Dat klopt. Wat bedoel je daarmee? Omdat het eigenlijk zoiets gigantisch is. Ja? Toen ik hiermee begon, om mijn verhaal te delen, had ik niet verwacht dat er zo'n overvloed aan reacties zou komen. Ja, wat voor reacties kwamen er dan? Heel veel e-mails, persoonlijke berichten, mensen die onder video's hadden gereageerd, die ik toen plaatste. En ze kwamen uit alle hoeken van de wereld, tot aan de kleinste eilanden, tot grote steden. Iedereen heeft ermee te maken. Narcistisch misbruik discrimineert niet. Het heeft met allerlei leeftijden te maken. En vaak is het zo dat we er middenin zitten, maar we weten niet wat het is. En wat is het dan? Wat is narcisme? Narcisme is eigenlijk een psychisch machtsspel. En degene die dat uitvoeren, dat zijn vaak mensen die inderdaad zelf getraumatiseerd zijn als kind. En die in zo'n angst leven dat ze een soort veiligheidsmechanisme hebben ontwikkeld om zich te beschermen tegen de buitenwereld. Althans, dat denken ze. Maar dus ook niet hun trauma zijn aangegaan middels therapie nee, of iets dergelijks? Nee, nee. Ja. Wat ze eigenlijk doen is dat ze het projecteren op de slachtoffer. En ze zeggen dat ze zichzelf beschermen ten opzichte van de slachtoffer, maar het is juist andersom. Zij misbruiken. Ze doen eigenlijk hetzelfde als wat hen is aangedaan als kind. Maar dat is maar één factor daarvan. Een andere aspect is dat het een persoonlijkheidsstoornis is. Dat kan in je DNA zitten. Dat kan van generatie op generatie worden doorgegeven. Maar daar kom je dan dus ook niet meer vanaf? Nee, eigenlijk niet. En juist vanwege het feit dat een narcist nooit zal toegeven dat hij of zij een probleem heeft. Dan kun je het ook niet oplossen. Dan kun je het ook niet oplossen, ja. Want dan ga je niet de juiste hulp zoeken. Ja. En nou kennen heel veel mensen narcisme als zijnde het grandioze narcisme. Hè? Ja. Ik ben geweldig, dat type narcisme. Ja. Is dat ook wat je vooral ziet? Dat is makkelijker op te merken, een open narcist. Want die is heel. Want dat noem jij open narcisme? Dat is een open narcist, inderdaad. Ja. Grandioos, zoals jij het zegt. Dat is wat je dus makkelijk herkent. Ook. Ja, klopt. Ja. Iemand die heel vol is van zichzelf, die heel arrogant is, die rondloopt van ik ben het helemaal, kijk eens naar mij. Die zijn vrij makkelijk te herkennen natuurlijk. En dan kun je dan ook makkelijk zeggen, ja, wow, kun je ik zeggen loop van, daar even dat met is, een boog omheen. Precies, precies. Ja. Ja. Dus dat is de ene kant van narcisme. Maar de andere kant is de verborgen narcist. Die, verborgen narcist? Ja. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk iemand die zich kenmerkt door heel erg het slachtoffer te spelen. Het zijn vaak mensen die heel bescheiden overkomen. Die zich eigenlijk in een hoekje houden. Als het ware. Dus waarvan je eigenlijk zou denken van, oh kom maar, ik help je wel. Ja, of zo. Precies. Een persoon die heel erg inspeelt op jouw compassie, op jouw op een luisterend oor bijvoorbeeld. Iemand waarvan ze weten, nou daar kunnen we heel veel compassie uittrekken als het ware. En een voorbeeld daarvan is, om mezelf even als voorbeeld te noemen. Want je hebt veel met narcistisch misbruik te maken gehad. Helaas hè? Wel, ja. In totaal 12 jaar met verschillende mensen. Dat was ook in een romantische relatie, maar jeetje, ook met vriendschappen. En op het moment dat je merkt dat er iets niet in de haak is in de vriendschap, daar vertel ik nu even over. Ik merkte dat er iets niet klopte. Er waren te veel dingen
die tegen mij gezegd werden, die of niet bleken te kloppen, of waarvan ik dacht, maar dat is iets wat je eigenlijk, je zegt het tegen mij, maar het gaat eigenlijk over jezelf. Dus, een voorbeeld? Een voorbeeld is, ik vind jou niet integer, Petra, of ik vind je niet eerlijk, of ik vind je niet transparant. En toen dacht ik, nou, als er iemand is die heel transparant is, ben ik het wel. Ja. Maar hoe vaak je erin, of hoe lang je erin zit, hoe meer je merkt dat het eigenlijk over diegene zelf gaat. Dus doordat ze eigenlijk hun eigen trauma niet hebben verwerkt, moet ik het dan zo zien, projecteren ze dus op jou. Dat wat ik zelf eigenlijk ben en waar ik wellicht zelf aan te werken heb, dat zeg ik tegen jou. Zo? Dat klopt helemaal. Maar dus, je zegt dus ook dat merk je pas later in een relatie met iemand. Ja. In het begin niet. In het begin niet. Want hoe gaat ze dat zijn, dan, in het begin? Ze zijn juist heel charmant en heel lief. En je kan er goede gesprekken mee voeren. Dat had ik zelf ook. Dat ik dacht, wauw, dat is echt een wereldvriendin. Hier zit iedereen op te wachten. Geweldig om een vriendschap op te bouwen met diegene. En dat ging ook een hele tijd goed. Dat is dus de beginfase waarin je eigenlijk verleid wordt om mee te doen aan de relatie. Je wordt overladen met complimenten en je merkt dat je dezelfde interesses hebt ook. Ja, dat en dat is juist een lokketje. Ja, precies. Ja. Dus dan ga je verder in de vriendschap. Maar dan begint, zoals ik net zei, dan voel je dat er iets niet klopt. Je merkt dat er eigenlijk... ze zeggen zoveel nare dingen tegen je, dat je eigenlijk gaat twijfelen aan je eigen waarheid, aan je eigen perspectief van het leven. Maar als er iemand toch iets naast tegen je zegt, dan zou je het ook kunnen zeggen, nou, dat klopt gewoon niet. En ja, kijk maar wat je vindt, ik ga verder. Dat klopt. En dat wordt ook, dat zeg je ook in het begin. Maar dan word je geconfronteerd of met een stiltebehandeling, want ze zijn dus gekrenkt in een ego, dat je het lef hebt om te zeggen dat ze het fout hebben. Dus dan krijg je de stiltebehandeling. Of ze worden heel erg woest. Dus dan krijg je de woedeaanval. Dus dat er van alles en nog wat naar je hoofd wordt geslingerd. Jij bent een slecht persoon. Jij ziet het allemaal verkeerd. Jij snapt niet wat ik zei. Of dat heb je verkeerd geïnterpreteerd. Dat is wat je vaak krijgt. Maar als je dan dus juist zo'n compassievol mens bent, dan ga je misschien wel juist aan jezelf twijfelen. Dan twijfel je heel erg aan jezelf. Dus dan komen de excuses. Het spijt me zo, ik wilde je niet kwetsen. Dus je gaat je eigenlijk verontschuldigen voor hun eigen slecht gedrag. Dus in plaats dat je het bij hun neerlegt, waar het dus ook hoort, betrek je het op jezelf. Ja, ja. De lieve vrede bewaren, als het ware. En we krijgen eigenlijk vanuit jongs af aan al, denk ik, in tekenfilms mee, de slechterik, die ziet er gemeen en slecht uit. Ja. Een Gargamel ook met de smurf bijvoorbeeld precies. Al. Dan zie je gewoon, nou, die is slecht en die is fout. Ja. Maar als ik jou nu zo hoor met dat verborgen narcisme, dan zie je het eigenlijk niet eens. Nee. En gebeurt er dus achter vier muren heel veel. Klopt. Het zou makkelijk zijn als een narcist met een grote N op zijn of haar voorhoofd zou lopen. Een lekker stempel. Dus dan zouden we echt uit de buurt blijven. Ja. Maar dit zijn vaak mensen die echt die goede functies hebben in het leven. Die heel veel doen voor de maatschappij. Die leuke vaders of moeders zijn. En je verdenkt ze niet van misbruik. Ja. Dus voor de buitenwereld zijn ze geweldig. Ze zijn heel charmant, heel vriendelijk. Maar achter gesloten deuren is waar het gebeurt. Ja. En daar coach jij juist vanuit jouw ervaringsdeskundigheid Absoluut. Ook anderen mee. Absoluut. Vanuit jouw coachingspraktijk Noah Life Coaching. Ja. En daar hebben we een filmpje van. En dan gaan we eventjes naar kijken. Power. Power. Nou, op deze plek zit ik altijd te coachen. Mijn werkdag begint zo meteen weer. En dit is wat ik echt met passie doe. Ik vind het geweldig om één op één met mensen te zitten via mijn telefoon, op Skype. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat ik in de toekomst workshops ga geven. Dus dat er veel meer mensen in één keer bij elkaar kunnen komen. Dat is ook wel prettig dat ze steun aan elkaar hebben, dat ze een verhaal met elkaar kunnen delen. En dat ze inderdaad tot het besef komen dat ze daar niet alleen voor staan. Het is een epidemie. Narcistisch misbruik is echt een epidemie. Ik spreek mensen van alle hoeken van de wereld. En het is zo belangrijk dat je tribe vindt, dus een groepje mensen, lotgenoten als het ware. Dat je elkaar vindt en dat je dus je leed, je verdriet, je overwinningen kan delen. Dus ik wilde wat kleine stukjes voorlezen uit e-mails die ik heb ontvangen van cliënten die ik in het verleden heb geholpen.
En Michelle uit New York schrijft You Rock. Nou, geweldig, heel simpel. Kate uit Japan, even vertaald, schrijft mezelf herdefiniëren en een innerlijke identiteit geven heeft mijn leven gered. Dankjewel. Martijn uit Breda schrijft dankjewel voor je podium en het laten horen van je stem. Ze hebben mij geholpen om uit het donker te komen. Ja, Petra, dus niet alleen cliënten uit Breda, Brabant, maar wereldwijd. Dus komen ze op jouw filmpjes op YouTube af, want die zijn zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Ja, klopt. En dit heb jij dus allemaal ingezet van jouw eigen, vanuit jouw eigen ervaringsdeskundigheid. Zeker. Want je vertelde net al van dat je dus meerdere relaties hebt gehad met mensen met een narcistische stoornis. Ja. Hoe is dat geweest voor jou? Dat is eigenlijk heel heftig geweest. En je twijfelt heel erg aan je eigen kunnen, aan je eigen leven eigenlijk, aan je verstand, aan je intelligentie. Je twijfelt overal aan. Is het dan ook zo dat een narcist wel weet uit te zoeken wie dat zijn slachtoffer wordt en wie niet? Zeker weten. Waar selecteert hij dan op? Het zijn vaak mensen, doelwitten, zoals ik zeg, die over het algemeen niet zo goed hun grenzen kunnen aangeven. Dus ze merken dat er iets niet klopt, maar durven daar niks over te zeggen. Omdat ze bang zijn voor conflicten, voor ruzies. Dat is één aspect daarvan. Een ander aspect is inderdaad te lief zijn, te veel goede eigenschappen hebben. Wat ik totaal niet afkraak. Ik vind het geweldig, die mooie eigenschappen. Maar zorg ook in de relatie dat je jezelf goed beschermt daarin. En dat ben je ook zelf gaan doen? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik kwam erachter dat ik te vaak over mijn grenzen liet gaan. En dat ik nooit nee durfde te zeggen. Dus ik was altijd heel erg meegaand. Ik conformeerde me altijd. En toen dacht ik, nu moet ik iets ophouden eigenlijk. Ik moet meer voor mezelf gaan staan, meer voor mezelf gaan kiezen. Want anders blijf ik dit soort mensen aantrekken. Ja, want die had je al behoorlijk wat aangetrokken. Klopt. Want wat maakt dan dat zoveel zichzelf herhaalt? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat je niet zeker in jezelf staat. Dat je niet durft op te komen voor jezelf en te zeggen van dit zijn mijn geweldige punten in het leven. Dit is waar ik voor sta in het leven en dit is mijn waarheid. En dit voelt niet goed, dit klopt niet wat jij doet tot hier en niet verder. En om dat dan eigenlijk te gaan leren. Ja, klopt. Hoe ben je dat gaan leren? Ik ben eigenlijk gaan leren door te doen. Door echt gewoon te gaan zeggen van, dit tolereer ik niet. Slecht gedrag tolereer ik niet. Dat ik uitgescholden word, dat ik voor niets nut word uitgemaakt of erger dingen die ik hier niet zal benoemen. Ik tolereer dat gewoon niet meer. Want ik krijg daardoor een slecht gevoel over mijzelf. Ik kan het natuurlijk wel bij de narcist gaan neerleggen. Maar eigenlijk gaat het erom hoe ik mijn leven verder wil leiden en wie ik wel of niet toelaat in mijn leven. Dus ik noem het een VIP-behandeling. Wil je bij mij een VIP-behandeling, dan zul je aan bepaalde voorwaarden moeten gaan voldoen. En namelijk respect aan mij tonen, krijg je het natuurlijk ook terug. En eerbied hebben voor wie ik ben als persoon. Maar komt er dan ook niet heel veel boosheid naar voren als je eenmaal gaat realiseren van jeetje, wat is me allemaal aangedaan? Heel veel boosheid. Heel veel boosheid. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe ik daar persoonlijk mee ben omgegaan is door heel veel te gaan hardlopen. Ik weet nog, het eerste jaar ging ik 7 dagen in de week een uur lang hardlopen. En dan gillen onderweg om maar de energie uit mijn lichaam te krijgen. Want wat je dan voorheen niet had gezegd, dat moest dan alsnog uit? Of zo. Dat moest eruit. En dat heb ik ook echt uitgesproken in mijn eentje. Ik heb hele nare, lelijke brieven geschreven naar diegene. Niet opgestuurd, maar gewoon om van mezelf af te schrijven. En nu help jij daar anderen mee. Hoe doe je dat? Dat is eigenlijk heel mooi. Want vaak denken mensen dat ze bij een therapeut dan op de bank komen te zitten. Maar niets is minder waar. Ja, ik ben life coach, daar ben ik al een hele tijd. Maar daarnaast vind ik het zo belangrijk om menselijke gesprekken te hebben. Want dat is wat er vaak ontbreekt in een narcistische relatie. Je wordt niet gehoord, je wordt niet gezien, je wordt niet gerespecteerd. En dat vind ik juist zo belangrijk als mensen bij mij komen, om een heel menselijk gesprek te hebben. En om te kijken van wat scheelt er aan, wat zijn jouw verwondingen? En de verwondingen uiten zich in boosheid,
in heel veel verdriet, in lichamelijke klachten, slaaploze nachten. En daar maken we een begin om daarover te gaan praten. En al in dat voorstadium kunnen mensen al jouw YouTube-filmpjes bekijken. Want dan leg je ook heel duidelijk uit de kenmerken van verborgen narcisme, zoals je die net ook hebt aangestipt. Ja. Dus daarmee zet jij ook verborgen narcisme wel op de kaart. Ja. Ja, inderdaad. Het is niet zo verborgen meer. Nee, het is niet zo verborgen meer. Niet als het aan Petra van Dijl ligt. Nee, inderdaad. Daarvoor heb ik een bloemetje voor jou meegebracht. Oh, wat lief. Kijk eens aan. Oh, wat mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Geweldig. Daar ga ik van genieten. En vanuit het oudste café van Breda, het Rode Hert in Prinsenhagen, zijn we over 2 weken weer bij je terug met de nieuwe Yes Talkshow. Wil je nou in die tussentijd laten inspireren? Dat kan natuurlijk. Je kunt Yes lezen via columns en artikelen in Weekend het Kanton of luisteren naar de Yes Radio Show op vrijdagavond hier bij Breda Nu. Tot de volgende Yes! Single day, you just got to say, I got the power, you got the power, we got the power. Power! Talking about power, yeah. I got the power, you got the power, we got the power. Every single day, you just got to say, I got the power, you got the power, we got the power. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien, Bloemen en Interieur.